morgen. Het is vandaag donderdag. En ik ben best wel vroeg opgestaan, want ik wil graag een vlog editen. Voordat ik zo met Nessie vertrek, want ik ga vandaag even een dagje weg met Nessie. Het is nu denk ik 6:30 of zo. En ik ga nu even editen. Lekker blik, man, in deze belichting. Even nu een koffie zetten. En dan ga ik dus even gaan douchen. En mezelf gewoon klaarmaken. Ik heb net lekker cappuccino gemaakt. En ik ga nu beginnen met editen. Ik heb trouwens eergisteren een cadeautje gekregen van Saranda. Een vriendin van mij. En ik heb de Soft Glam palet gekregen van Anastasia Beverly Hills. Even kijken of ik hem op kan krijgen. Ja, kijk één keer hoe mooi die is. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik ga hem vandaag gelijk uitproberen. Ik vind vooral deze kleur echt heel erg mooi. Deze en deze. Dus die ga ik ook zo allemaal mixen met elkaar. Ik vind het echt zo mooi. En het is echt heel goed gepigmenteerd. Kijk maar. Ik hoef niet eens moeite te doen. Weer de geweldige shot hier. Ik ga deze. Oh. Ik ga even deze ook doen. Oké. Ik ben echt heel slecht in oogschaduw. Maar ik doe mijn best. Een beetje mixen met elkaar. Ik hoop dat het gaat worden. En ik doe mijn oog op iets donkere kleur. Ik denk dat ik deze ga doen. What the fuck? Het is wel echt heel goed gepigmenteerd. Nu moet ik het alleen goed blenden. En voor de rest, ja, er is gewoon een oogschaduw op doen. Het ziet er niet verkeerd uit, hè? Nou, het ziet er eigenlijk helemaal niet verkeerd uit. Die bomen. Ja, echt mooi. Die kleuren daar, mooi joh. Ja, die bomen zien er echt heel mooi uit. Kijk, ik laat jullie even zien. Zo random, terwijl ik aan het filmen ben. Oranje. Ja, door de herfst toch. Vet mooie kleuren. Maar wij zijn nu inmiddels onderweg naar Roermond Outlet. Want wij gaan daar vandaag shoppen. Nou ja, tenminste, Nessie gaat daar ergens op. Ik heb eigenlijk niks nodig. Nessie heeft echt shirtjes nodig en truitjes en zo. En ik heb eigenlijk niks nodig op dit moment. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel blij om. Maar ik wil misschien wel een leuke zonnebril of sieraden of zo scoren daar. Oh, ik heb eigenlijk ook zonnebril nodig. Ja? Wat voor zonnebril zou je willen? Ja, niet dit wat ik op mijn kop heb in ieder geval. Hij heeft mijn bril op. Ik ga stuk. Maar het is ook echt, ik zit heel te wachten tot de zon zeg maar weggaat. Dat ik een beetje kan filmen, maar het lukt niet echt. We hebben eigenlijk nog steeds niet ontbeten en we zijn al bijna aangekomen. Hoe lang moeten we nog rijden ongeveer? Oh, nog 45 minuten. Dat is best wel lang nog. Ik heb best wel trek. Maar wij zijn al langs Laplace gereden. Het was niet de bedoeling om zo daar ontbijten. Maar we hebben de afstand gemist. Ik wil nog iets zeggen. Ja, vandaag is dus de lancering van Moschino met H&M. En ik wil heel graag die oorbellen halen. Maar ik kom er maar niet in. Ik zit elke keer in die wachtrij. Vet irritant. Tenminste, ik krijg dit de hele tijd. Zien jullie dit? Ik zag dat Anneloes en echt jammer. Gekke reclames hebben om een ding gekregen van Moschino. Ja, maar er zijn ook heel veel campagnes nu gaande. Zij heeft die jas die ik ook. Welke is dat dan? Maar dat is toch een mannenjas? Ja, maar zij draagt ook een mannenkleren. Maar ik wil heel graag die oorbellen gewoon met Moschino erop. Want die waren maar 30 of 40 euro of zo. Viel wel mee op zich. Maar die wil ik heel graag scoren. Oh, die zon. Ja, ik blijf gewoon heel dat die pagina verversen. En dan zie ik wel of ik erin kom of niet. Maar ik denk dat als ik erin kom, dat het al uit is verkocht. Echt jammer. Was het vooral dat? Ik heb dus laatst deze kleine parfum gehad van Sephora. En het is van Narciso Rodrigo was. En ik wou deze heel lang halen, tenminste die grote parfum. Toen zag ik een kleintje. En ik ben hier ook echt blij mee. Hij ruikt zo lekker. Dus ik ben er eindelijk doorheen gekomen. Even kijken of mijn zonnebrillen, mijn oorbellen nog op voorraad zijn. Ik zie ze nog niet. Oh, ze zijn er volgens mij. Ja, ze zijn er nog. Jongens, ik dacht dat ze gewoon op voorraad waren. Maar ik kan ze dus niet toevoegen. Kijk maar. Dit artikel kan op dit moment niet.
ook zo'n soort fornissen. Ik ga helemaal stuk. Hij had ook nog een trui, maar die is ook niet in de shopping bag gekomen. Zal ik deze gewoon weer afrekenen dan? Eindelijk heb je zon in mijn gezicht. We zijn even bij de tank gestopt, want ik moet echt heel erg nodig naar de wc. Ik weet echt niet waarom ik mijn bril nu op mijn kop doe. Ik doe gewoon hier. We zijn nu bij het tankstation en hij heeft een broodje gehaald. Heb ik gehad? Een 4 Amerikaan broodje. En ik heb een tosti kip besteld. En ik ben nu even aan het wachten op mijn tosti. Oh, lekker gewoon. Ik doe mijn bek. Wij zijn nu bij de Armani Store. Ik ga mijn broek uit. En Nessie gaat nu broek passen. Ik heb een smoothie gehaald bij Laplace. En we gaan nu even naar buiten. En nu gaat Nessie een foto van mij maken, hè? Even goed licht zoeken. Mijn roze smoothie. En ik heb om me veel foto's laten maken door Nessie. En ze wordt altijd zo gereinigd van mij als ze foto's van mij moet maken. Want ik vind niks goed gewoon. Wij staan nu in de lift bij Ralph Lauren. Ik heb gescoord, bitches. Nessie heeft echt gescoord. €500 voor alles. Helemaal niet, je hebt meer betaald. Ah. Wij zijn klaar met winkelen. Nessie is echt heel erg geslaagd. En wij hebben nu een wafel met Nutella gehaald. Dit ziet er echt goed uit. Je hebt bij jou echt heel veel Nutella opgedaan. Even opslaan, ja, doe ik gelijk nog eentje. Ja. Nou, yes. 1, 2. Top. Je bent wel echt heel mooi, Marcel. Kijk eens, alsjeblieft. Sorry, we waren net aan het eten. Welkom bij de shopblog van Miriam Ahmedi. Yay! Het wordt helemaal geweldig. Ze is geslaagd. We zijn net vertrokken bij Roermond en ik ben echt ontzettend geslaagd, jongens. Let op. Dit is wat ik heb gekocht. Gelukkig wel al die kassen. Let op, hè. Oh, ik wil niet spoilen. Wat? Is het misschien een lingerie setje? Ja. Of een nieuwe BH? Of een pyjama? Het is... Even heel langzaam. Oh, je ziet dat nog god. Niet. Ik ben zo geslaagd bij Roermond. Maar dit wou je wel altijd al hebben. Dit was wel jouw droom. Kom op. Hey, wat een slipper. Dit is het enige wat ik daar heb gehaald, jongens. Dat kan je toch niet geloven. Ja, ze zijn wel leuk. Nou, ze zijn leuk, maat 36, 37. En ze kosten €8. Bam. Nou, maar Nessim is echt geslaagd. Nou, ik vind dat ik het best wel goed heb gedaan. Ik bedoel, ik heb alleen bij Lacoste en Ralph Lauren. In totaal heb ik hoeveel uitgegeven? 5 markje of zo, toch? Ja. 550, zoiets. Wel iets meer. Maar ik heb fucking veel gehad. Bij mijn kost heb ik 3 truien gehad. Bij Ralph Lauren heb ik... Maar ik heb het echt heel veel gedaan. 3 truien. Ik heb gewoon €8 uitgegeven. Ja, dat is wel goed. Ik baal wel, want eerlijk gezegd... Ja, ik had niks nodig. Ik wil eigenlijk ook helemaal niks halen, wat bijzonder was. Maar meestal wil je toch gewoon 1 happy dingetje of zo scoren daar. Ik wil of een ringetje of oorbellen of... Gewoon iets kleins, weet je wel. Maar dat heb ik ook niet echt gevonden. Dat vind ik wel jammer. Of een zonnebril. Ik wil al heel lang een zonnebril van Versace. Dus ik dacht, misschien vind ik die vandaag. Maar nee. Schoenen uitgedaan. Deze slippers aangedaan. Ze zijn echt zo fijn. En ze is nu gewoon jaloers op mij. Eerst maar uitlachen, nu ben je gewoon jaloers. Ze hebben je schoen ook al uitgedaan. Oh, dat is wel echt heel erg lekker. Ze is ook echt heel erg zacht. Oh, heel alles is heel erg. Ik ben zo blij en tevreden en ik raad iedereen deze aan om te kopen in Roermond Outlet voor €8 bij de Hunkemuller. Oh, hey, dag! Ik ben echt kapot. Ik ga snel even mijn pyjama aandoen. En over een kwartiertje gaan we onze sushi ophalen, want we hebben sushi besteld. Ik had daar echt zin in. Zo, ik heb me even snel omgekleed. Ik ga nu even mijn badjas aandoen. Heerlijk. Ik heb de hele dag mijn spek op de grond gelopen. Ik kan het echt niet. Zo, onze sushi is binnen. Dit ziet er toch echt geweldig uit. Ja, nee. We hebben ook krabsalade erbij. Loempiaatjes. We hebben hier 40 stuks. Allemaal verschillende dingetjes. Wow, heb je 40 besteld? Ja. En spicy tuna. En Nessim zit nou de sojasaus in een bakje te doen. Ik heb hier echt zin in. Nou, is het gezellig of niet? En we kijken samen naar Friends. Ik ben helemaal vergeten te vloggen. Dat ik dus gewoon naar Honey ben gekomen. Toen Nessie weg was gegaan, was ik na een uurtje naar Honey vertrokken. Oké, hoe moet ik dit vertellen?
Holly is uit eten gegaan vandaag met haar collega's bij Intention hier. En toen had ik haar geappt van ja, als je klaar bent moet je met mij appen. Dan kom ik naar jou toe. Maar meer als in ik kom naar jouw huis toe. Dus zij zegt oké, ja, ik ben nu klaar. Dus ik rijd nu naar haar huis en ik bel aan en iemand doet open. En ik bel haar en zeg waar ben jij? Ja, hier om de hoek. Ja, hoezo sta je hier om de hoek? Waar ben je dan? Ja, hier om de hoek. Maar zij stond gewoon te wachten bij het restaurant en ik stond gewoon voor haar deur. Dus toen deed opeens Marcel open. En nu zit ik hier op Honey te wachten. Dat is een beetje een misverstand. Maar ja, ik ben nu dus bij Honey. Ik dacht dat ik nog op de bank ging zitten, maar not. Ik ga hier even chillen en dan ga ik straks weer naar huis. Ik ben even langs Honey gegaan om even te chillen daar. Het was super gezellig. Ik heb even 2-3 uurtjes gezeten. En nu ben ik weer onderweg naar huis. Ik kom waarschijnlijk nog eerder aan dan Nessie. En nou wacht ik nog even op Nessie. Ik ga even denk ik een serie filmpje kijken. En dan gaan we gewoon samen lekker slapen. Ik denk dat ik trouwens gelijk mijn vlog ga afsluiten. Want ik ga toch niks meer doen. Oh, ik krijg een beetje te hard. Dus ik hoop dat je deze vlog leuk vindt. Doe een duimpje omhoog als je mijn vlogs leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je graag bij de volgende vlog weer. Zo, dat zeg ik echt wel. Ik vind het grappig als ik het weer eens zeg. Doei!